is dat we vandaag met elkaar kennis maken van de regeling zoals die eruit gaat zien. Maar zeker ook kennis maken met elkaar voor zover we dat nog niet gedaan hebben. En proberen met elkaar te gaan kijken waar samenwerking mogelijk is. Zodat de consortia gevormd kunnen worden. En we straks goede aanvragen hebben voor het masterplan. Mijn boodschap is dat ik aan de mensen vandaag heb gevraagd om vooral de samenwerking te zoeken en risico's ook te nemen om samen een consortia te vormen. Omdat er echt een unieke kans ligt om ervoor te zorgen dat de subsidie die ons is toegekend, om die te laten landen bij de partijen die dat nu nodig hebben. En dat zijn de reders, de maakindustrie en de kennisinstellingen. Het is 210 miljoen die naar onze sector komt en nog wat meer gelden vanuit de sectoragenda. Laten we met z'n allen die kans grijpen, niet voorbij laten gaan. Wat belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat die scheepvaart inderdaad verduurzaamt. Dat moeten we doen voordat de regelgeving die er van EU-zijde is en die gaat toenemen, dat die klemmend wordt. Maar belangrijker is nog ook, er komt een hoop vraag naar nieuwe schepen die duurzaam moeten worden ingevuld. En dan zie je dus waarschijnlijk kans om een deel van die vraag om dat door Nederlandse bedrijven te laten doen. Maar dan moet je wel zorgen dat je die technologieën zelf eigen maakt. In het Maritiem Masterplan worden nieuwe technologieën geïntroduceerd op schepen. En de kennisinstellingen, zoals Maren en TNO, kunnen de consortiumpartners helpen bij het wegnemen van de risico's en onzekerheden die daarbij gepaard gaan bij het introduceren van de nieuwe technologieën. De oproep is om met goede voorstellen te komen voor klimaatneutrale schepen. In de vorm van een samenwerking, consortium te vormen. Dus ben je werf, zoeker, een reder en toeleverancier. En maak samen plannen om het schip te gaan realiseren. En denk daarbij ook aan de digitaal samenwerking component. De bedoeling is dat we gezamenlijk gedeelde kennis ook breder toegankelijk maken en sneller kunnen innoveren. Stap soms even over je eigen schaduw heen. Zoek die samenwerking daadwerkelijk op en deel dus ook de ervaringen die je hebt opgedaan. Want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het Nederlandse maritieme breed daadwerkelijk stappen kan zetten. Ik heb al heel veel partijen gehoord die bezig zijn om te kijken of zij inderdaad een subsidieaanvraag kunnen doen. En ook heel veel partijen die al bezig zijn om te kijken of op methanol of op waterstof of ook met LNG, met carbon capture, of daar mogelijkheden voor hun bedrijf liggen om zeg maar een volgende stap te maken naar toch uiteindelijk het klimaatneutraal kunnen varen.